Een gezonde gemeenschap is het uiteindelijk streven van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Bewustwording creëren over het maken van gezonde keuzes leidt tot een gemeenschap die de ernst van een goede gezondheid inziet. Met deze achterliggende gedachte en in verband met het 58-jarig bestaan van het ziekenhuis morgen 9 maart is er gisteren een gezondheidsbeurs gehouden op het terrein. Tijdens de beurs waren er verschillende afdelingen aanwezig waar bezoekers terecht konden voor gezondheidsbegeleiding en informatie. Als ze issues hebben met hun gezondheid, zijn ze vaak ook wel depressief, niet blij. Dus een gezondere gemeenschap is ook een blijere gemeenschap. En ik denk dat als we gezonder en blijer zijn, dat we een betere bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van Suriname. Maar eigenlijk is er wereldwijd een probleem met mensen die te dik zijn, overgewicht, suikerziekte, hartproblemen. Dus ook Suriname blijft niet achter. We hebben ook een heleboel mensen die lijden aan hoge bloeddruk, suikerziekte. Overgewicht, jonge mensen die sterven ten gevolge van hartinfarcten. En als iemand van 40 jaar sterft aan een hartinfarct, denk je, oh jee, dat had niet gehoeven als we een gezondere leefstijl op nahouden. Poese zegt dat ondanks de weinige middelen waarover het ziekenhuis beschikt, er wordt gewerkt aan het leveren van kwalitatieve zorg ter verbetering van de gezondheidssector. Ook voor jongeren is het belangrijk om zich nu al bewust te zijn van het belang van een gezonde levensstijl. En natuurlijk zullen er hier en daar wat fouten gemaakt worden of de mensen zullen niet zo tevreden zijn. Maar ik denk dat we met goede communicatie mensen goed uitleggen en goed voorlichting geven aan de gemeenschap een heel eind verder kunnen komen. Ook bij onderzoekingen vanuit het ministerie is ook gebleken dat eigenlijk overgewicht onder jongeren, scholieren, een probleem is. Dus dat is ook een van de redenen om te zeggen van hey, de jongeren moeten bewust gemaakt worden om te kiezen voor een gezonde levensstijl. Zodat ze wanneer ze ouder worden, gezonder zijn en langer kunnen leven. Poese zegt dat het in de bedoeling ligt om nog meer van zulke projecten te organiseren. Als afsluiting van de AZP-feestperiode zal het team bezoeken afleggen aan verschillende bejaarden en kindertehuizen, zodat de informatie ook die lagen bereikt, besluit de medische onderdirecteur.